Hallo lieve mensen, ik ben Yvonne Baank, medium, paragnost en healer. Ik ga voor jullie weer een kijkersvraag beantwoorden. En deze vraag is eigenlijk, als ik op de bank zit, dan voel ik wel eens een koude wind of een soort van warme deken. Of als ik bijvoorbeeld tv zit te kijken, dat ik in de hoek een schim zie of een vlek voorbij zien gaan. En wat betekent dat? Wat is dat eigenlijk? Nou, ik heb het gevoel dat eigenlijk iedereen dit wel eens heeft meegemaakt. En we zitten rustig op de bank. Ik neem dat maar gewoon even als voorbeeld. Omdat op het moment dat wij in rust zijn, hè, dus als je tv kijkt of een boek leest, gewoon relaxed zit, dan kunnen de overleden dierbaren het beste contact met ons zoeken. Hè, en ook al zijn we niet paranormaal, maar eigenlijk is iedereen in staat om dit soort ervaringen te hebben. Hè, dus je zit op de bank en opeens krijg je kippenvel of je krijgt een rilling. Dat is heel wat anders, hè? Ik zeg altijd, we hebben twee soorten kippenvel. Je hebt de kippenvel, de goede kippenvel. Hè? Dus als je bijvoorbeeld in een warm bad stapt, dat je dus kippenvel krijgt. En we hebben de kippenvel van, de rillingen. En dat is meestal negatief. Hè? Of je kan ook een soort van warme deken ervaren. Dat je zit en opeens komt er een soort warmte over je heen. En je kijkt ergens naar, maar in je ooghoek, hè, of op een andere plek in de kamer, zie je opeens een soort flits of een schim. En dat kunnen we allemaal waarnemen. En het is zo dat onze overleden dierbaren, de mensen die zijn overleden en die van ons houden, die willen toch heel graag een seintje geven van, ja, maar ik ben bij je. Hè? En probeer mij maar te voelen of probeer mij maar een beetje te zien. Ik wil gewoon bij jou zijn om jou te helpen en jou te steunen. En dat is natuurlijk hartstikke lief en hartstikke mooi dat ze dat voor ons willen doen. He, want we kunnen soms zo opgaan in ons verdriet, omdat we iemand heel erg missen. Of we denken aan iemand die we missen en die is overleden. En in een fractie van een seconde zijn ze dan eigenlijk bij ons. We hoeven alleen maar aan ze te denken. En ga er maar vanuit dat ze er zijn. Dus heb het vertrouwen dat als je aan diegene denkt, floep, daar zijn ze. Maar goed, als je niet helderziend bent of als je niet paranormaal bent. We hebben allemaal intuïtie, we hebben allemaal een zesde zintuig en we hebben allemaal een gevoel. En dan proberen ze ons te bereiken via deze signalen. Maar ja, hoe weet je nou wie het is? Of hoe weet je nou van wat wil diegene dan zeggen? He, want vaak ook als je zo'n sensatie krijgt, op wat voor manier dan ook, dan in de eerste instantie kan je wel eens schrikken. Dat je denkt, oh, wat is dat? Jeetje, wat voel ik of wat zie ik? Hè, en dan zie ik een schim in mijn ooghoek en als ik kijk, dan zie ik helemaal niks. Ja, dat is vet irritant. Maar je voelt het verschil of bijvoorbeeld iemand positief is of iemand negatief is. Hè, wat ik net al vertelde, je hebt twee soorten kippenvel. De goede kippenvel, ga er maar vanuit dat het iemand is die heel veel van je houdt. Maar krijg je echt een rilling, of je krijgt echt een koude wind, ga er dan maar vanuit dat het een negatieve entiteit is die niet bij jou hoort.
maar die gewoon even langskomt om te plagen, plaaggeesten. Hè? Of ik noem maar even een voorbeeldje, er is bij jou in de buurt een kerkhof en er zijn heel veel overledenen die geen contact hebben met hun overleden dierbaren. Omdat mensen er dan niet in geloven of hun dan niet zien of niet met hun communiceren. Dat is dan afgesloten. En ja, dan gaan ze een beetje dolen. En dan gaan ze toch naar iemand toe die ze wel kunnen waarnemen op de een of andere manier. Maar negatief wil gewoon zeggen dat die overledene niet bij jou hoort. Dus jouw lichaam, jouw systeem geeft dus zelf aan wat is positief en wat is negatief. En hoe weten we nu wie het is? Nou, dat weet je. Dat klinkt heel gek, maar jouw intuïtie weet dat. Want je hebt bijvoorbeeld die dag juist aan jouw opa of oma gedacht. Of aan je vader of moeder die is overleden. Je hebt eraan gedacht en opeens zit je rustig. En dan is diegene er. Dus ga er dan echt van uit dat het ook diegene is. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld niet aan iemand hebt gedacht, maar wel mist, hè, wel dat gevoel van gemis hebt. En dan weet je eigenlijk ook wel van, goh, jeetje, het is mijn moeder. Of het is mijn vader. Dat klinkt gek, maar onze intuïtie, ons systeem weet dat. Maar ook de overleden dierbare die dan op dat moment bij je is. Die geeft dat ook door telepathisch. Dus dan komt het ook in je hoofd van, ja, maar ik ben je oma. Dus vertrouw daar ook op dat wat jij ook voelt, wat je ook ervaart, dat dat zo is. Ga daar nooit aan twijfelen. Maar goed, en twijfel je daar toch aan, dan kan je natuurlijk altijd contact opnemen met een medium die jou dat antwoord kan geven. En ook als bijvoorbeeld een oma altijd heel warm was, altijd heel goed voor jou zorgde, altijd heel knuffelig was, lekker kopje thee, lekker koekje erbij, lekker voor je koken, echt een hele warme persoonlijkheid, en we hebben verdriet of gemis, dan kan het wel zijn dat die oma achter jou staat en om jou heen gaat om die knuffel te geven. En dan voelt het als een soort warme deken. En dat is een heel fijn gevoel. Het kan ook zijn bijvoorbeeld als je in bed ligt. Dat je opeens zo'n heerlijk warm gevoel krijgt. Geniet daar gewoon van. En vertrouw erop dat het jouw overleden dierbare is waar jij heel veel van houdt en die jij mist. Dus vertrouw. Tot de volgende video. Doeg!